Yo, what up? This is your boy Demo. En je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgments. Dit keer gaat het om de bijna finale event die we hebben gehad. Ik ben zoals altijd weer met de beste juryleden van Nederland. Hier links van mij Tim Beumers. Excellent. Rechts van mij Kimo en onze gastjurylid Menes D. De battle waar we het nu over gaan hebben is de battle Frank Sinatra tegen Michael After. En ik ben heel benieuwd wat Kimo van deze battle vond. Ik vond het een redelijke battle. Ja, ja. En wat betekent redelijk? Zeg maar, nou, redelijk, tussen goed en niet goed. Dat gaat hij weer door me heen praten. Dat doet hij nou elke keer. Kan me niet even twee zeggen. Ja, kan je even praten, mensen, he? Gewoon jouw ik tijd komt zo. Ik wil afspreken dat hij niet meer mag drinken, man. Als we gaan, het zit hier maar appelsap weg te werken. Godverdomme. Ja, Frank Sinatra, hij was nice. Hij had wat bars. Onze Willy wortelkanaalbehandeling was okay. He? Ik zeg niet dat het geweldig is, maar hij had een line ook laat de kid automatisch praten, Michael Knight. En dan weet je, vroeger hadden we zo'n serie op. Ja. Knight Rider. Heel vroeger. Jongeman. Ja, hij had ook een bar over, I need you. Over Zwollenaar zijn moeder, die niet meer meekomt. Dat was nice, ja. Hij is fan van de moeder van Zwollenaar. Klapt ervoor, je ziet het. Michael After, zijn van een boef en een bouffier, die vond ik wel nice. En hij had een bar van hij denkt dat onvruchtbaarheid erfelijk is. Hij is zo dom dat hij denkt dat onvruchtbaarheid. Die snap ik nu pas. Ja, jouw kwartje van hij is ook, hij is ook zo dom. Ik was op mijn telefoon bezig. En ik heb op het einde staan bij Michael een stumbelini. Dus hij had een stumbelini. Maar hij had volgens mij meerdere stumbelinis. Ja toch? Want ik kan me nog herinneren. Dat is een joke pizza. Nee, maar ik kan me herinneren waarom ik het me herinner is omdat hij zeg maar, hij zei iets en toen zei hij, ik ben mijn tekst vergeten, dus je moeder. En toen zei hij later la 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 la, weer mijn tekst vergeten, nogmaals je moeder. En dan, volgens mij zei hij dat echt drie keer of zo, toch? De eerste keer vond ik dat tof. Ja. De eerste keer dacht ik van, en de tweede keer? Nee, de tweede keer was het ja. Maar één keer gelaten was, dan dacht ik van, Maar een stambelina is dat voor jou? Een stambelini. Ja. Stambelina. Ja. Ja. Je terminologie alsjeblieft goed gebruiken, ja. Jason. Dus voor de rest, oké. Het was niet heel slecht. Wat miste je dan, als zeg maar? Toch wel iets meer bars, iets meer fire. Ik vond dat Francis zat er wel redelijk in. Maar iets meer bars en iets meer fire. En iets meer stabilini. Okay. Ja. Ja. Tim, jij... Leuke content, mannen, samen. Boxie. Hey, Tim. Ik zag jou net een beetje raar kijken toen hij zei... Wanneer? Hij kijkt altijd raar, dan kan hij niks. Dus wanneer niet? Kan ik beter vragen. Nee, maar hij had het net over een bar van volgens mij... Ja, die Willy Wortelkraam, man. Die dacht ik echt gewoon alleen maar dead joke of the day gewoon. Ja, niet top. Hij begon van, ja, ik ging naar de tandarts, Disney. Toen dacht ik, oh niet Willy Wortelkanaal, oh nee. En toen zei hij, Nou, dat ben ik. Okay. Ik heb kinderen, dus ik denk die dingen ook uit mezelf. Wow. Ik vond, Michael After. Ten eerste, Michael After en Frank Sinatra lijken zoveel op elkaar dat ze gewoon brothers of a different mother zijn. En ze stonden naast elkaar, dacht ik, nou, jullie zijn familie. Dat kan niet anders. Okay. Echt twee misvormde lange slungeltata's bij elkaar. Maar dat terzijde. Boosheid. Hoezo boos? Het is gewoon een uiterlijke observatie. Daarnaast... Als je nou inhoudelijke observatie doet over de band. Ja, dan leek het niet echt op elkaar. Dan vond ik Michael vandaag niet echt sterk. Hij keek ook weer ouderwets gefrustreerd. Ah, kut, het gaat ook niet goed. En nou, dan zei hij ook, ja, sorry voor mijn versus. En toen zei ik ook, ja, het zijn jouw versus. Dat is wat jij staat ermee op YouTube, niet ik. Eigenlijk het tofste in Michael After zijn ronde was dat hij iets zei over die gozer achter Frank Sinatra, dat ze elkaar neuten. Die gast, dat gewoon ze kwam zo doorheen, zich omdraaide en zo beeld uit. Dat was keihard. Ik dacht juist, man. Ja, maar die vertelde mij buiten nog, dat heeft hij dus drie of vier keer al gehad in dit event, dat hij dus achter degene staat die... gemurderd worden. Ja, en dat hij is over hem zo van, kijk die fat guy erachter, of kijk die ik dacht van, oh fuck. Ja, het mooie geweest, maar hij deed dat zo theatraal, dat ik eigenlijk vond dat het grappigste ik dacht dat erbij was. Ik dacht even dat het zijn mattie was die daar had gepland, zeg maar, strategisch of zo. Ja, maar dat was dus niet, weet je. Ik vond, het is me ook opgevallen dat de moeder van Zwollenaar is eigenlijk de nieuwe Ietje van den Berg, want ook in deze battle werd Zwollenaar's ma weer gewoon aangerefereerd, zeg maar, een soort van het nieuwe ding.
Okay. Dus leuk. En dat was op een gegeven moment een stukje, toen zei Frank Sinatra van, jij vangt zelfs geen W als iemand je twee keer aanwijst. Ja. En ik dacht echt, ik snapte er geen tyfus van. En ik keek. You. En zeg maar mensen, ja precies dat. En Popjongen stond naast mij, you. Hij zo, you, you. Ik zo, ah ja, oké. Okay. Dankjewel voor de uitleg, Popjongen. Oké, maar vind je het dan zeg maar tof? Nee. Of vond je het... Ik vond Frank... Nee, maar ik heb het echt over die bar. Nee, ik vond die bar vond ik... Weet je, ik dacht zo, hé, toen legde hij het uit. Toen dacht ik van, oké. Hij zei, hij ging over je hoofd, ga meer onder. Meer onder mijn hoofd. Peter had die het gewoon niet uitgelegd. Nee, maar je weet toch, soms dan dropt iemand een bar en dan is die delivery echt zo van duur, duur, duur. Dan denk je van, oké, hier moet ik ver over nadenken. En dan denk je, ik snap hem niet, zeg je, wat is dat? Oh, ja. Okay. Maar het feit dat je er soort van toch twee, drie keer over moest nadenken, dat zegt ja, iets toch? Of zo? Ja, over dat ik zeg maar te ver ben voor wat ze ermee bedoelen. Maar... Wat ik echt super grappig vond was dat... Hij was wel echt helemaal de guy. De hele guy. Hoezo? Ja, ja. Ga door. Laat mij me gewoon mijn ubermenselijkheid onderstrepen. Weer top voor een Frans, die gooit gewoon zijn eigen rapvisies bij zijn eigen bar. Daar gooit gewoon een bar dat gewoon... Zoals hij normaal achter Jeeves doet. Maar dan bij iemand anders zijn bar. Doet hij zelf bij zijn eigen bar. En ook nu weer stond die ene gast, de nieuwe Frans, zeg maar. Die roos van het pasje, die stond achter Frans. Die stond... Zulke gezichten bij Frans te maken. Maar ik Michael vond Echter zei ook tegen Frans van, je zat altijd achter Jeeves, hè? Waar is Jeeves nu, zeg maar. Ja, die vond ik nice. Weet je, bij Michael ook is, bij Michael heb ik het gevoel dat, bij Michael is het zijn delivery vooral. Het is niet eens dat zijn bars echt slecht zijn of zo, maar hij delivert heel de tijd, dus als we terug gaan, en dan was hij, en als ik dan nooit op, dan denk ik van, deliver je shit gewoon, rap gewoon. Ja, toch? Gewoon... Strakker wil je het hebben, zeg maar. Gewoon... Ja, maak gewoon je bar. Haat op een gegeven moment denk ik van zo'n lasapparaat, referentie. Je geconcentreerd op zo'n lasapparaat. En die bar was inhoudelijk echt sterk. Maar dat die. Geconcentreerd op zo'n lasapparaat. Ik zeg gewoon, als je me concentreert op zo'n lasapparaat. Weet je, deliver het gewoon, man. Ja, okay. Dat miste ik. Ik voel je. Hou hem daar. Ik ga even naar Mennis. Wat vond jij van deze battle? Ja, de meeste is eigenlijk al gezegd. Ja, ik ga jou als laatste gooien vanaf nu. Even kijken. Ik heb daar bij de goede opgeschreven. Light, lekker man. Lekker pik. Frans Sinatra Michael. Ja, ja, nee, die heb ik hier voor me. Het is ook scrolt omhoog. Frans had die lijn van die Pingin WhatsApp Jamal, ja, toch? Ja, ja, ja. Die vond ik zwaar hard. Ja, daar heb ik me echt stuk om gelassen. Hoe heet je ex WhatsApp Jamal? Ja, ja, Jamai. Hadden we niet al een... Ja, Jim en Jamai. Hadden we niet al een keer, zeg maar, iedereen zo'n soort bar gehoord bij... Ja, die landen bij mij dan laten. Oh, jij beseft hem nu pas gewoon. Ja, Jim en Jamai, WhatsApp en Ping, WhatsApp en Jamai. Oké, ja, dat weet ik. Maar er was al eerder nog zo'n soort bar, toch? Dat is iedereen vergeten. Terug naar jou. Maar ja, verder. Ja, wat ik met Frans heb, ik vind hem zo fucking awkward om naar te kijken. Maar echt ongezond. De goede awkward of de slechte? Nee, ik vind gewoon wat jij net zegt, die losgaan op zijn eigen baas en ik weet niet. Of die gast een idee heeft wat hij met zijn handen aan het doen is. Volgens zijn moeder niet. Maar. Dim, foei. Dan alsnog vond ik hem ja, voor Frans aan doen dan. Tof komen. Oké, wauw. Die zwollen naar moederlijn vond ik vet. Even kijken. Maar. Wat is dat hier? Ja, wat ik tof vond, is hij staat hem de hele tijd te dissen. En op het einde geeft hij hem toch respect van, hey, ik moet samen met jou nog een battle gaan doen. En ja, sluit hij toch tof uit. Dat vond ik wel leuk om te zien. Wie wil nog meer mensen van Mike uit te zien? Ja, niemand. Het is echt zonde, want ik moet nog samen met hem uit te sluiten. Ik denk, dan maken jullie nog wat meer noise, want we moeten nog 2-2. Ja. Ja. Nee, maar ik vond het, in totaal vond ik het echt niet een goede battle of zo. Okay. Ik vond Michael Erfter, wat jij zegt, zijn delivery, hij heeft gewoon geen contact met het publiek voor mij doen. Zeg maar, dus mensen slapen niet, mensen snappen het denk ik gewoon niet. Gewoon, okay. Dus het komt niet aan. Okay, maar wat moet hij, is er... Ja, is delivery, wat Tim zegt, delivery. En hij gooit op het einde iets met figurant, frituurman. En daarna zegt hij nog een keer frituurman, terwijl daar perfect frituurpan had kunnen passen. Dus dat vond ik echt heel jammer. Hij zei bij hem een figuurrand. En toen zei iemand uit het publiek, the fuck is figuurrand? Ja. Ja, ja, ja.
Ik verstond wat de fuck is frituurmand. Nee, zijn figuurmand. Ja, nee, dat vond ik jammer. Ik vond hem ook vaak slap eindigen. Weet je, ik vind dat als je een ronde doet, eindig dan met een knallen of met iets vets. Of, maar niet. Dus oh, is je ronde voorbij? Ja. Oh, oké. Okay. Is je ronde voorbij? Ja, dat dus. Oké. Okay. X, jouw two cents? Alles is eigenlijk al gezegd, man. Wat hierover valt te zeggen. Vond ik veel aan toe te voegen, man. Zat er niet veel quotables in. Heb je nog verbeterpunten voor de heren? Michael Everson delivery, zoals er al is gezegd. En ja, Frank Sinatra is sowieso al bezig met de stijgende lijn. Want ja, hij is beter dan hij een paar events of seizoenen geleden was. Weet je, dus gewoon door, gewoon volhouden die stijgende lijn, man. Oké. Okay. Frans, ja, hij is goed bezig en Michael Everson moet zijn delivery eventjes workshop bij Tim nemen of zo, man. Of zo. Workshop bij Tim nemen? Misschien een delivery workshop bij Tim. Ja. Oké. Okay. Tim is wel een delivery mannetje, weet je. Onder de loop nemen. Tim, zou je dat... Hoeveel was ook alweer? 2 barkie of zo? Ja, voor nee, 100 euro 2. 100, ja, zie je. Is het prostitutie prijs. Okay, ja. Als we het toch al over cijfers hebben met Tim, kan hij net zo goed zijn cijfers voor deze battle geven. Dus okay. Ik had een 5,2 van Michael After en een 7 voor Frank Sinatra. Okay, waar komt die 0,2 vandaan? Dat is zeg maar, dan doe je zeg maar zo'n 8,8 getal. Zeg maar. Kimo, jouw cijfers voor deze battle? Ik had een 6 voor Michael After en een 6,5 voor Frank Sinatra. Okay. Dus ik geef hem aan Francie. Okay. Aan de homie. Oké, okay, dan kom ik Frans. X, jouw cijfers? 6 ook Michael After. 6,5 voor. Toch wel een halve punt hoger. Ja, okay. Ik heb precies hetzelfde. Een 6 voor Michael Everton. 6,5 voor Frans. Oké. Okay. We zijn heel erg eensgezind. Ik ben heel benieuwd naar de gemiddelde cijfers. Frans Sinatra is geëindigd op een hele mooie 6,6. Michael Everton iets lager met een 5,8. Natuurlijk waren deze juryleden niet de enige mensen die konden beslissen wie er zouden winnen. Ook jij hebt kunnen stemmen. Als je nu naar punchoutbattles.nl gaat, dan zie je wie uiteindelijk heeft gewonnen. Ik bedank mijn juryleden die hier naast mij zitten. Tim Beumers, Kimo, Excellent en Menace D als gastjurylid. En ik deed dit expres zo voor de 40e edit. Dat is leuk. Ik zie jou bij de volgende aflevering van Punchout Battles Adjustment. Mijn naam was en is Demo.